Kijk, Aaron, dit is een tuner zonder antenne, een kale tuner. Op de 959 staat hij nu even te draaien, die nieuwe zender. En hij is volle bak op een kale tuner. Nou, dan gaan we even naar boven toe. Even kijken of ik het lampje aan kan doen. Ja, we gaan nu even naar boven toe. Let niet op de rotzooi, want ik heb de afgelopen dagen alleen maar lopen klussen. Zitten klussen eigenlijk. Dan gaan we even naar de zolder. Kijk, daar heb ik hem op mijn eigen antenne hier zo aangesloten. Dan kan je zien dat hij een half watt geeft. Of bijna 1 watt. Half watt bedoel ik. Nou, dit is hem dus, de zender. Even kijken of hij een beetje wil scherp stellen. Ja. Hij staat nu op de 95,9 dus. Ook weer een mooi laag doorlaatfiltertje erop gebouwd. Trapjes zeer compact. De BVR 91 en de BVR 96. En dit is de wattmeter. Even kijken of het een beetje te zien is. Nou, hij geeft tussen de 0 en de 1 watt. Dus het is bijna een halve watt wat hij eruit stoot. En dat is bij een SWR van, even kijken, direct is dit. En dit is reflected. Dus 1 op 1,3. 1 op 1,2 eigenlijk. 1 op 1,2. Even kijken, zo. Zie je, je moet niet de bovenste schaal hebben, maar die er net eronder met die 1 erbij. Daar staat hij op die schaal. Nou, dan zit hij zo goed als tussen de 0 en de 1 watt. Dus eigenlijk is dit al bijna een halve watt. Dan gaan we vanavond nog even kijken of het binnenkomt in IJmuiden. Nee hoor, in de stad, midden in de stad, bij René J. Gaan we even kijken of dit signaal te ontvangen is bij hem. En dan kan je een beetje, heb je een beetje een indruk hoe ver het kan komen eigenlijk. Hè? Een halve watt maar. 400 milliwatt. Ik schat zo dat het 400 milliwatt is. Maar goed. Ja, wat is het nou? Wat? Wat is het nou? Ik schat 400 milliwatt. Nou, hier zat hij mooi op de 95,9. Hier zo kun je de frequentie instellen. Omhoog en omlaag. Nou, een spanning gaat via een adaptertje. Dit adaptertje. En die geeft 15 volt. Dat is wel wat veel, maar op 12 volt geeft hij waarschijnlijk ook nog wel 300 milliwatt. Dus ja, draait een beetje op zijn teentjes. Dus dit wordt een beetje heet. Een beetje heel erg heet. En die wordt ook heet. BVR 96. Goed, nou, we hebben alweer een 3,5 minuut film. Dat is het dus, Aaron. Dit is de nieuwe zender. Ik heb hem nog niet op maat gezaagd, de koperplaat, de printplaat. Ik ga het gewoon via zo'n jackplug. Je kan er zelf hier zo een jack in maken of zo, een input of zo. Maar goed, dat moet je zelf allemaal maar even beslissen wat je wil. Deze gooi je nu gewoon in de microfoon. En ik heb hier wat weerstandjes naar de massa. Die zijn ervoor om, om het geluid wat minder hard te maken. Want het was veel te hard, het geluid. Dus, maar goed. Hier heb ik even wat gegutst voor de plus. En hier bij de plus van de antenne ook even wat gegutst. Dat is wel zo wel makkelijk. Dan werkt het gelijk als trekontlasting. Trekontlasting, ontlasting, trekken. Trekontlasting werkt het gelijk. Dus dan als je aan die kabel trekt, dan gaat gewoon je hele zender mee. En niet de halve printbaan ellende. Maar leuk hè? Dit is die stereochip.
En dit is het kristal. En dit is een ander kristal. Dus een kristal van het display waarschijnlijk. Dus goed. Hier zo de frequentiespoel. En dit is de modulatiegedeelte. Frequentiespoel dus. Kristal. En dan waarschijnlijk hier het PLL wat hierin wordt geregeld. Hier PLL en ook de display. En dit zijn elko's. Deze dingetjes. En dan wat chips. Nou, hier zo komt hij hoogfrequent uit. Zo in deze trap. Dan gaat hij naar de BVR96. En dan heb ik hier een laag doorlaatfiltertje. Het is heel simpel eigenlijk. Als je weet wat je doet. Laat ik het daar op houden. Nou Aaron, we kunnen volgende week al gaan testen denk ik of zo. Maar goed, bouw eerst maar lekker een kastje ervoor en zo. Nou, ik neem hem wel mee van de week naar het werk. Dus dan kan je hem daar nog even bewonderen. Of je komt hem hier een keer ophalen, kan ook. Doe dat maar. Kom hier maar gewoon een keer ophalen. Als je weer eens met de auto bent of zo. Oké, hoe gaat dit ding uit? Zo.